Bij winst kon Waregem de voorsprong op Beerschot vergroten tot 6 punten. Bij een gelijkspel bleef de kloof 3 punten. Maar de Poolse rat Krzysztof Stefanski zorgde er met zijn 11e competitiedoelpunt voor dat er na afloop geen kloof meer was. Paars-wit nam de wedstrijd stevig in handen, maar verloor na een half uur topschutter en flitsenman Ekansa Simba met 2 gele kaarten. De Zaïres maaide eerst Jalosha onderuit en beging nadien een dom en duur handspel. Ik denk dat Simba erop blijft dat wij dus met uitgesproken cijfers hadden gewonnen. Dat meen ik echt. Frankie de Kenne, de Waregemse aanvoerder, ontpopte zich bij die fase tot een felle pleitbezorger voor kaarten. Alhoewel, na een fout van ploegmaat Van de Lanotte pleit de Kenne voor vrijspraak of voorwaardelijk. Maar het wordt effectieve uitsluiting voor Van de Lanotte. Met wat Commedia dell'arte naait de Kenne prins nog wel een gele kaart aan. Vanaf dan wordt het een harde wedstrijd op het scherp van de snee. Ik denk dat het ergens logisch is. Beide ploegen spelen hier voor een kampioenstitel om terug naar eerste klasse te gaan. Dus het is van alle twee de bedoelingen om zo snel mogelijk hoger op te geraken. En ik denk dat dat toch de spanning ten goede is gekomen. Was te verwachten. Hè? Publiek, veel publiek langs beide kanten. Ook Beerschot is gekend van op de rand van de snee te spelen. Zeer hard te spelen. We hebben ons ook niet onbetuigd gelaten. En ik vond het... Qua publiek een goede wedstrijd, niet direct oogstrelend voetbal, maar toch een spannende partij. Spannend was het inderdaad van begin tot einde en in het laatste half uur kwam er ook een handvol kansen aan beide kanten. Een Nsumbu en Oulare voor SCV en Krzysztof Stefanski voor Paars-Wit. De kansen werden gemist, maar ook gestopt en dan vooral door Pierre Drouguet, de Beerschot-doelman die een feilloze match speelde en Waregem van de gelijkmaker hield. René de Saaier beleefde die bibbermomenten vanuit de tribune. Zijn verbale coaching was goed als op de heupen beginnen werken. Dat is ook onterecht, omdat ik heb geen kritiek op de lijnrichter, niet op de scheidsrechter. En mijn collega stond op de juistezelfde plaats als ik. Maar Beerschot won dus. Beide ploegen hebben nu 61 punten en zo blijft de strijd voor de titel open. Als er twee ploegen verdienen van de race te gaan, is Waregem en Beerschot. Dus ik hoop eigenlijk dat we alle twee in de race klas zouden kunnen gaan. Dat is een mooi einde.